als ik jou vraag, de beste clubkeeper aller tijden? Ja, Tony van Leeuwen. 28 jaar, hij zat eraan te komen. En er waren echt heel veel mensen die dat vonden. Echt de beste clubkeeper ter wereld. En hij was gekozen tot keeper van het jaar in 1971. En vanuit Rotterdam had het beeldje opgehaald met zijn vrouw Geri in de auto terug. En bij Meppel viel hij in slaap en was er zo een vrachtauto. En dat was het einde van het leven van Tony van Leeuwen. Hij had 3 kinderen, 2 bij Geri en 1 buitenechtelijk kind, Richard Venema. Bij Carla Venema, die had een legendarische kroeg in de Gelderlandstraat in de stad. Ja. En zij is inmiddels ook overleden. En ja, die dag, Tony van Leeuwen houdt mij altijd bezig, maar mij niet alleen. Dat is heel gek. Hij is zo lang al dood. En zelfs bij de harde kerel van SV Groningen, een jongen van 19, die kennen hem ook. Iedereen weet Tony van Leeuwen is. Ja. En het is zo jammer, eigenlijk is in de knop gebroken eigenlijk. Hè? Met 28 jaar ben je keeper, als keeper nog jong. Ja, je had tot je 34ste, 36ste door kunnen gaan. Dan worden keepers pas echt goed. Maar dat zullen we nooit weten. Ik dacht, vandaag is zo'n dag om weer eens aan Tony te denken. En Richard Venema naar de hoogte. Zo opvallend als Tony van Leeuwen was als keeper, want de beste keeper ooit, volgens sommige mensen, is ook zijn graf. Hier op de begraafplaats in Pijzen. Alle graven hier zijn grijs, van natuursteen, zwart, marmer. Maar het graf van Tony van Leeuwen is spierwit. Hij was zo sterk en zo fantastisch in de lucht. En ja, meer keren niks aan. Het was gewoon een groot keeper. Dit is Pijzen. En op die 15 juni 1971 rijden Tony en Geri van Leeuwen uit Rotterdam terug naar hun woonplaats, Pijzen. En bij Meppel gaat het mis. Ja, je ziet hem dat hij de zijkant is geraakt. Een dikke Mercedes met een hele grote fokneus die dan in de zijkant is geraakt. Deze dag, hè, die 15 juni 1971, toen kwam hij om. Ja. Is dat een bijzondere dag voor jou? Ja, je denkt er altijd wel aan. Ik bedoel, het komen met mijn telefoon. Eigenlijk hoeft er niet met mijn telefoon te staan, maar het staat er gewoon even in als een reminder. En ja, je staat er wel even bij stil. Ja. Jij bent ook keeper geworden? Ja. Was dat voor ongeluk? Dat wilde rust, denk ik. Nee? Nee, weet niet, misschien. Het zal in de genen gezeten, denk ik. Want, heb jij dan beelden van ons in jou? Ja, uiteraard. Herken je dan iets van je motoriek? Ja, is wel dezelfde stijl. Ja. Je hebt hem nooit gekend, zo stem nog gehoord. Nou ja, ja, wel. Hij is wel bij ons natuurlijk thuis geweest. Ik kan hem natuurlijk nog wel. Kun je dat nog herinneren? Wel wat flashbacks. Ja. Dus, ja. Dat lijkt me wel fijn. Nou ja. Kijk, heel veel mensen zeggen van je hebt je vader nooit gekend. Nou, goed maar. Zelf ook wel een hele behoorlijke keeper. Ambitieerde Dan. Ja. Dankjewel. Mooi. Suzanne, 15 juni 2.